Wat eerst tanken, Ronald? Hij klinkt een beetje dorstig, Ronald. Ja, maar hij is ook nagenoeg leeg. Oh. Oh, redden we dat dan nog wel? Jawel, dat moet lukken. Degene die gisteren op de bus zat, heeft hem niet afgetankt. Wie zat er gisteren op de bus dan? Jij. Wat een held, hè? Wat ben je toch een held, Ronnie? Oh, oh, oh. Nou. Ja. En door het tankstation. Ga zo, jullie. Ronnie, hier moet je tanken, hè? Sorry. Hier moet ik tanken, ja. Ik ga hem van deze kant, hoor. Dan zit de tankdop aan de goede kant. Iedereen kan dat zien in zijn dashboard, waar het klepje zit. Wist jij dat? Ja, maar ik vind het leuk dat je het hem vertelt. Dat is echt. Ik wist het niet. Jij weet het niet. Dan zal ik je dat uitleggen. Want de ene keer zit er rechts en de andere keer zit er links. Ja. En soms sta je weer verkeerd en dan moet je weer terugrijden en omrijden en doen. Ja. Ik zou je dat vertellen, Petra. Petra, ja? Even opletten nou. Zo, even opletten. Ze dichtbij. Nou heeft iedereen heeft daar zo'n tank-symbooltje in de auto. Ja. Ja? Maar waar zit dat slangetje? Aan welke kant? Aan de rechterkant. Dus waar zit dan je tankdop? Aan de rechterkant. Zie je het slangetje aan de andere kant? Ja. Dan zit je tankdop aan de linkerkant. Dat zijn toch wetenswaardigheden, ja. Ronnie? Ja, zo zit het. Maar dat heb ik nooit geweten. Ja. Kilometerstand. 1 miljoen. Oh, dat scheelt. 1 miljoen. Het is eigenlijk net zoals op dat plaatje. Zo staat ook op dat plaatje. Ja. Nee, ik vind cursus tanken staat erop, hoor. Ja? Ja. Ja! Hertjes? Dat met je. Hertjes en haar? Ja, zeker. Mooi, hè? Mooi gezicht, hè? Zal ik de auto maar hem stilzetten? Van nou komt hoor. De tip van Petra. Dat. Vandaag gaan ze fruitbomen enten. Ja. Bij de Vrijlema. Kijk hoor. Ik zet hem gewoon naast die blauwe. Zo. Een hele mooie trouwlocatie, hè? Ik wil de wereld in binnentreden van de enters. Treed binnen. Hè? Dus dit is het geheime genootschap, zeg maar. Het geheime genootschap, ja. Ja. Al vele jaren. En naar binnen toe. Het intermecca. Mooi. Dit is het entstation. Het entstation. Ja, het is allemaal hier gebeurde, toch? Nee. Dit is het enten, toch? Nee, daar is het enten. Dit is onderstam. Ja. Dit is onderstam. En dat is een stam van... Een pruim. Als je deze naar door laat groeien, ja, dan komen vaak waardeloze vruchten aan. Dus de enige mogelijkheid om dus het ras te behouden, is dat je moet enten. Ja? Dus dit is een dubbele boerenwitte. Die gaan we erop zetten en dan groeit hij dus verder uit. En dan komen pruim aan en dat zijn dubbele boerenwitte. En hoe gaat dat dan in zijn werk? We hebben mesjes hier. Dat zal ik je vertellen. Zo. De bedoeling is dat dus dat die cambiumlagen... Ja, van deze en die, dat die bij elkaar komen. Van, op een gegeven moment gaat daar de sapstroom door. En dan wordt deze, de ent, die wordt dus gevoed. Dus we gaan dit stokje nou daarop doen? Die gaan we daarop doen. Ja, oké. Okay. Kijk hoe dat gaat. Je maakt een sneetje in. Is niet zonder gevaar, Ronald, hè? Een kunst, hoor. Kijk, dat is een driehoekje. Ja? Ja. Nou, dan lijkt meestal drie ogen eraan zitten. 1, 2, 3. Ja, die past daar weer in. En die past daarin. Ja, man. En dan groeit dus dit stokje groeit verder. En die groeit verder. Kijk, en nou zijn die cambiumlagen, die zitten tegen elkaar aan. Ja. Stripje op. Ja. En dan maak je een beetje dicht. Een boompje gaat hij de grond in en dan groeit hij verder. Petra die staat met belangstelling te luisteren. Ja, ja, Petra. Nee, maar echt, ik vind het heel interessant. Ja. Dat is een appel, meneer. Dit. Een appel. Ja, staat op kaartje. Kijk mooi. Wat laat u enten? Pruimen, oude pruimen. Okay. Ja, dus ja. Een oud ras. Oud ras, ja. De pruim, dat is de moeilijkste ent eigenlijk. Ja, klopt. Ja, maar u gaat er wel voor. Ik ga er wel voor. Ja. Voor oude vol. Ja, oude vol. Ja. Nou, succes met enten. Hè? Wat een kast van huis, hè? Dat is de serre. Het schaap is wel droog, zie ik net.
Ronald? Ja? Ga je pas naar de kapper? Nee, ik doe het altijd zelf. Ja. Onderdag, ja. Met het scheermesje. Ja. Onder de douche, met een spiegeltje. Ja, ik doe het niet onder de douche met een spiegeltje. Nee? Niet onder de douche met een spiegeltje? Nee. Hé, maar jij had een leuke tip. Ja, want ik krijg een berichtje binnen. Sales, daar moeten we heen, omdat het daar gezellig is. We gaan op zoek naar de gezelligheid. Ja, in een de gezelligheid van Kapsalon. En daar zijn we weer, jongens, in Juice Lake. Juice Lake City. Juice Lake City. Here we go. Hey, kijk eens. Ik vind dat wel gezellig. Ja. Hey. Wie is dat nou? Ja, dat weet ik niet. Er was iemand aan het knippen, die had de vinger omhoog. En we kregen een berichtje van, als we voor de gezelligheid, dan moest je hier zijn. Ja, dat klopt. Of heb jij dat berichtje gestuurd? Ja. Dus kijk er dan nou. Oh, wat is er gebeurd met jou gebeurd? Ja. Dat komt weer goed uiteindelijk. Ja. Ja? Dat komt weer goed. Ik heb er alle vertrouwen in. Maar wat is het? Een stukje lichter. Oké. Ja. Highlight, zonnetje schijnt weer, dus we doen weer een beetje lichter. Het heeft niks met carnaval te maken. Ja, vandaar nee. Het heeft niks met carnaval te maken. Sinterfold en Melinda, joh. Nee. Dat liedje zit altijd op de verkeerde plek, hè? Kant komt ook goed hoor, mevrouw. Ja, komt helemaal goed. Oh, mevrouw. Dat is wel wat vanaf kwam. Ja, het was nodig, hè? Ja, was het nodig? Ja. Even de grijze lokken wegwerken, hè? Gebeurt dat vaak dan, dat er wat grijs ook komt? Ja, nou ja, soms wel, ja. Ja, daar hebt u geen last van, hè? Nou, ja, ik kleur al grijs, dus ja. Ja, ik kleur al grijs. Maar dat is ook mode, zeg maar. Mode, ja. Ja, ze zei dat, ze is hier gezellig, maar dat is ook wel zo. Ja, ja. Het is gezellig. Ja, heel gezellig, ja. Je kan al wat duur lang hier. Nu vind je nou zoveel meer te zeggen. Petra, nu ben je ook aan de beurt. Ja, weet je, nu ben ik dus de Sjaak, omdat ik de enige ben met haar. Nou, maak er maar wat moois van, hoor. Hoe lang doe je dit al, dit werk? Ik zit nog op de opleiding. En ik heb al 1 diploma. Nog 2 jaartjes en dan ben ik helemaal klaar. Okay. Dat zie je, dat is jouw roeping natuurlijk, kapper. Ja. Hè? Ja. Wat trek je daar zo in, kapper? Wil je gewoon creatief bezig zijn. Ja. Dat komt aan de mensen. Zitten veel jongens op de opleiding? Jawel. Ja, er komen steeds meer jongens bij, hoor. Want barbieren wordt ook weer helemaal in en dat willen de meeste jongens dan wel gaan doen. Lekker, hè? Ja. Dat is wel mooi, dat groen op die puntjes. Oh, wow. Ja, hartstikke leuk, Peet. Ja, heel goed. Top. En mijn persoonlijk tipje, Ronald, staat hier. Gerrit Pama wordt vandaag 50. Woont in Oogezand, komt net uit Sappemeer. Of we hem willen verrassen, niet omdat hij 50 wordt, maar omdat hij zoveel voor zijn medemens doet. Staat altijd klaar voor anderen. Echt waar? Ja, en een beetje zoals jij, zeg maar. Ja, ze zijn er nog, hè? En ook zijn oud-leerlingen, daar heeft hij nog oor voor. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat voor type die Gerrit Pama is. Een heel warmhartig iemand zijn. Ja, alleen hebben wij een hoek doorgekregen. De hoek. Oh, die pop. Die hoek. Oh! Ach, mijn god. Kijk dan. Daar staat hij, jong. Ja, natuurlijk. Oh, hij is wel groot. Maar dat is beter dan dat dit weer moet zien. Jongen, jongen. Gerrit Pama. Als ze mij dit aandoen als ik 50 word. Wil jij zo'n pop in de tuin? Wat vind je ervan? Jawel. Ja, vind je het mooi? Jawel. Moet jij maar blazen. Ja, met een mond. Gerrit Pama. Ja, dat klopt. Ja. Mooi. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 50? Ja. 50 geworden, ja. Ja. Want ik vond het bericht zo leuk. Want toen stuist altijd Fernando Kloor, hebben ze het over. Oh. Met name voor die old leerling. Oh, wat ja. Wat doe je schoolmeester? Nee. Mijn conciërge ben ik op de Alette Jacobs College. Oké. Okay. Ja. Dus. Doe ben ze dus wie is met die begrip ik? Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Wie bent er net over zo'n pop, hè? Ja. Mooi door gelukkig met wezen als je 50 van. Ja, dat mag ik nou. Hij zucht er wel al uit, hè? Ja. Het is best wel zichtbaar op zo'n dag. Het is wel confronterend, hè? Ja, confronterend. Het is wel confronterend, ja.
Maar het is wel leuk. Ja. Iedereen die komt je toeten voorbij. Dus ja. Ik vind het wel grappig. Ja. Ja. Wat ik begreep uit het berichtje van, zoals altijd Fernando Kloor, maar wat voor manier dan? Ja. Als ze mij nodig hebben, dan ben ik er. En als ik hun nodig ben, dan ben ze er ook. Zo moet dat toch een beetje. Ja. Ja? Wat conciërge op school, dat ben kinderen natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Ja. Leuk om er weer om te gaan. Ja. Ja, altijd. Ja. Nou, prettige dag. Ja, maar... Ik wil je toch even feliciteren. Nou, ik vond het hartstikke mooi dat je hem langskwam. Gerrit Pama. Gefeliciteerd, Gerrit. Ja. Bedankt. Ja. Ik zeg vanmorgen dat twee Friesen op school lopen trouwens. Wat dan, jong? Ja. Zegt de ene Fries en de andere Fries, wat is dit een lange trap? Zegt die andere Fries van, ja, de leuning zit ook al zo laag. Je hebt ze niet gewaarschuwd, hè, hoop ik, hè? Die grijze haren zijn weer weg. Oh, u was daar bij de kapper? Ja! Oh, man. En nou al toevallig, want we kregen al die berichten van Gerrit Breemhaar. Ja. Dat is mijn man. Oh, dat is uw man, Gerrit, want doe best een echte expeditie, hè? Ja. Ik kreeg al die berichten van die via Facebook. Ja. Dus nou en weer Gerrit Breemhaar eens een keer. Petra, jij leest die berichten ook altijd van Gerrit. En ook weer via de Instagram mee. En via de Instagram. Ja. En stuurt ook altijd een geluidsfragmentje. Ja. Hey, hoi daarheen, dit is Gerrit Breemhaar, Uit Hoge Zand. Ja, Uit Hoge Zand, ja. Dat dacht ik. Die vraag een beetje schrikwaard is. Goeiedag, dit is Gerrit Breemhaar uit Hoge Zand. Ja. Doe eens dapjes, hè? Voor de telefoon. Oh, dat is voor de telefoon? Ja, telefoon, muziek. Extra muziek voor Nijmegen, hè? Ja. Ja, wat doe best een wandeloor, hè? Ja. Ja. Maar ik loop ook van Hoge Zand naar Oude Zoog toe. 4 uur begin je, 2:50 ben ik door. Ach, mijn god, wat net weg, ja. Ja. En dan moet je nog weer terug, hè? Nee, terug met de auto. Oh, terug met de auto? Ja, ja, maar mijn vriendin haalde me op en was zuster nog in sokken. Ja. 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 Maar wat is zo leuk aan het wandelen, aan het lopen? Dat is gewoon de kick. Ja, hè? Kick voor Nijmegen. Ja. Ja. En hoeveel kun je wel mee doen in Nijmegen? Dit jaar wordt de 20e keer. De 20? Dat is een jubileum, man. Ja. Ja, dan moet de verhalen wel een beetje gauw niet zijn natuurlijk. Ja. Zet de griezen hoorden weg laten holen. Ja, moet wel een klutje, hè. Ja. Alle griezen is niet goed, hè. Nee. Gerrit, ik zal zo zeggen van, goeiedag heim. Zo de volgende keer. Tot 6 uur, hè. Ja, tot 6 uur. Yo. 6 uur, hè. Hoi. Weg naar de mooiste hond van Nederland. De mooiste hond van Nederland, ja. Je hebt een hond, hè? Ja, ik dacht dat ik de mooiste hond was. Ja. En van onder kijk? Een soort labrador. Een soort? Ja, er zit er alles doorheen. Het is een soort klikjeshond. Nummer 92. 88, 90. 90. Nou, en dan 92. Ja, goeiedag, Hem! Ook Breemhaar. Ja, is dat de broer van? Oh, hier, dit is hem al. Oh mijn god. Ja. Oh, dat ben ik zelf. Ja, wat een lelijke hond, wou ik zeggen, maar dat ben ik zelf. Oh! 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 Help! Ja. Hé, hey, kom maar! Hé! Hey. Nou, dat is wat minder. Nou, hé! Hey. Oh, ja. Oh, rustig! Skip! Oh, Skip! Ja, skip dat is een bal, hè. Oh! Nou, succes, hè? Sterkte! Doe de deur maar dicht. Wel een berichtje stuur. Ik. Jij? Ja. Oké. Okay. Over Skip. Ja. Skip is nou een beetje rustig, hè? Ja, mooi zo. Ja. Rustig. Ja, want dit kan wel eens de mooiste hond... Van Nederland worden. Van Nederland worden. Ja. Wat voor hond is Skip? Ja, zover wij weten, een kruising Border Collie Friese erbij. Ja. Dus... Die kennen we een beetje uit die Lassie-films, hè? Ja. Ja. Moest ik altijd hem helden trouwens, hè dan. Ik vond dat altijd van die zielige films. Ja, maar Skip, hè? Lief meisje Skip, hè? Ja, hè? Ja, Peter ook een bal, hè? Skippiebal. Nou, even serieus, maar waarom zou je je hond daarvoor opgeven, vroeg het mij af?
Ja, nou ja, toen we hem kreeg als pup vond ik hem echt al super leuk. En ja. Hij wordt alleen maar mooier, vind ik zelf. Ja, ja, natuurlijk vindt iedere eigenaar zijn eigen hond mooi. Ja. Ja. Maar ja, ja, ik weet niet. Overal als we komen en ze zien hem, dan is het, ach, wat een leuke hond. Ja. En wat is hij mooi. En ja. Dus ik denk, ja, waarom niet? Ik geef hem gewoon op. Ja. En we zien wel hoe ver we komen. Ja. Zijn dan ook allerlei leuke prijzen en zo aan verbonden? Ja, ik weet nog niet precies wat je allemaal kan winnen. Sowieso de titel natuurlijk. En als hij de mooiste wordt van de gemeente, dan krijgt hij ook certificaten bij. En ja, de rest zien we dan wel. Ja. Nou, succes. Ja. De mooiste hond. Ja, wij beide ook honden. Ronald en honden, ik heb ook een hond. En uiteraard vind je eigen hond ook altijd mooi, hè? Ja. Het is natuurlijk zo subjectief als wat. Maar het is wel een mooie hond, inderdaad. Oh, wat een beertje, hè? Heerlijk, hè? Geniet je er ook zo van, Ronald? Ja, ik vind de sfeer van het programma echt heerlijk. Ja. Mensen zijn weer vrolijk. Hier, kijk. Wat nou dan? Stond dat te zwaaien. Ach, ik zo vrolijk ben ze. Goeiedag, hè? Ja, mooi. Mooi. Allerbeste. De allerbeste wensen, no? Ja. Dat ken je nog steeds. Hoi. Mooi. Zal we hem uitstappen? Ja, kan maar in. Koffie? Koffie? Die mag je Tineke winnen. Tineke, koffie? Ja hoor. Oké. Hé, dat is ook mooi. Een beetje een bokser dit. Is een bokser? Nee. Wat voor een is dat? Old English Bulldog. Oh. Ja, ik denk aan die kop. Een HR. Een HR, dat is een? Hoog risico. Oké. Okay. Oh, ik dacht. Ja, heb ik. Ik heb zo... Het enige risico wat je hebt, dat je dood knuffelt. Ja, nee. Het is geen hoog rendement hond, het is een hoog risico. Een HR hond. Hoog risico. Ja. Nou, jij bent wel een linkerbroeder, ja. Vriend. Je toen is schoolwerk. Oeh. Ja, oh. Tja. Hartstikke schoolwerk, jongen. Echt. Wilt een beetje? Jawel, hartstikke goed, jongen. Wat ben je aan het down, hè? Ja, even de zwaardmok. Zwaardmok? Ja. Oh, alles roet. Doe dat, het is mooi weer. Ja, maar nou moet het gebeuren. Nou moet het gebeuren. Ja, zo is het, ja. Ja. Yes. Er zat er zoveel onkruid in, hè? Oh, zo. Oké. Okay. Ja, het is weer zwaar. Ja, daarom. Mijn moet er eigenlijk meer van de week even in een whiskier. Ja. Ik heb ze weer bij je blauw present, Po. Ja. Ja. Hoe woonst hier nooit? Nee, ik woon zo verderop. In de Rieger of zo. Oké, dus doe bist hier gewoon. Ik heb mijn kameroen in met. Ja, wij gaan hem koffie drinken, vind je dat goed? Echt goed. Ja? Ga je gang. Goed zo. Ik zag hem aan je vrouw, want ik bedoel, Rijns, die woont hier dus verderop, begreep je? Wat op nummer 70. Dus hier help je ook hoor. Ja. Ja, dat klopt. Mag ik toch een pro? Jo, ben je pro, ja. Ja, je mag er ook een kriet. Ja, dat klopt. Ja. Die helpt me koor hier allemaal leiden. Ja. Dat is echt een ouderwetse noberschap nog, hè? Ja, dat vind ik wel mooi. Het wordt weer mooi zo, het wordt weer schier. Ja. Op deze zonnige dag. Ja. Daar word je gewoon vrolijk van. Ja, dat is ook zo. Nou! Mooi, hè? Mooi, mooi! Doei! 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 Waar gaan we heen, Ronald? Dat is wel leuk, want ik begreep dat ze in Muntendam hebben ze allemaal auto's met onder andere de auto, Petra van... Bassie en Adriaan. Oh. Oh, dat is onze jeugd, Ronald. Ja. He? Bassie en Adriaan, Bassie en Adriaan, dat zijn de grootste vrienden die je maar kunt vinden. Adriaan is acrobaat en Bassie zit vol kattenkwaad. Bassie en Adriaan, Bassie en Adriaan. Daar word je vrolijk van. Daar word je vrolijk van. Dat is wel zo. En Bassie en Adriaan, dat zit zo'n hele enge manier altijd, vond ik. Daar ben ik ook bang van, met van die dikke wangen. De plaaggeest. De plaaggeest. Dat vond ik ook echt. Hier. Zie je? Ja, nee, maar dat is niet echt. Oh, dit is hem hoor. Dat was een bakje achterop. Kijk, hij heeft ook wimpers. We gaan even op zoek naar Bassie en Adriaan. Dat pas jij nooit in, joh. Hè? Ik wil hem zien binnen. Eigenlijk moet je ook zo'n klauwspak aan hebben. Ja, hij heeft een neus op. Hij heeft zo'n neus? Ja. Jij woont niet op tv, toch? Oh, nou wel. Ja, nou wel. Ja. Geweldig. Nou, Stefan. Ja. Geen Adriaan. Nee. Nee, maar wel de eigenaar van de auto. Ja. En dit is dus de originele. Klopt, zover dat ik weet wel. Het kenteken is niet meer actief. Nee. Dus er zijn 3 geweest in de series. Van de Preluders en dit is er een van. Ja, hoe kom je eraan? Ik heb hem jaren geleden een keer op Speurders gekocht. Ja. Daar herkende ik het kenteken, om zo maar te zeggen.
En toen heb ik hem gekocht en toen hebben we hem eigenlijk weer in de stijl gemaakt zoals hoort zo wezen, met de stip erop, met de kaplamp. Ja. Maar... Ja. Hey, je trekt er voldoende bekijks mee, denk ik. Jij vindt het ook mooi, hè? Ja, ik vind het heel mooi. Want ja, jij kent ook de serie. Ja. Heel herkenbaar. De jeugd. Ja, eigenlijk dan denk ik van, is mogelijk dat wij, Peter en ik, er ook een stukje in rijden? Ja, wel, zeker wel. Man. Ja? Ja. Ja. En daar zitten we wel op de plek van Bassie en Adriaan. Zoiets doe ik niet weg, denk ik. Hè? Nee, ik wil hem liefst niet kwijt. Nee. Ja. Leuk is dat jij dus even kan knipogen. Er is een knopje voor dan, een knipoogknopje. Ja, dat is origineel, is dat van Honda gewoon. Ja. Dat is dan. Oké. Ja. Oh, Ronald. Kijk eens. Dat kan jij ook, hè? Dat zie je, Adriaan. Nee, maar de binnenkant van jou. Adriaan, dat zijn de beste vrienden. De beste vrienden. En nou komt het leukste, hè? En de prelude kruip. Ja. Hele lage auto. Hoe kom jij erin? Hoe kom ik daarin? En kijk, maar ja, die moet je gewoon laten vallen, denk ik. Laat vallen. Oh, ja. Dat was net lang genoeg. Hoe kan dat nou? Basje was al een beetje jouw postuur, of niet? Ja, houd hem vast. Oeh, daar gaan we. Dag vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan. Alle vriendjes en vriendinnetjes, het is Bassie en Adriaan. Nou Petra, Bedum. Ja, Bedum, het is hè? Ja. De Rundvee-show. Oh, heerlijk hè? En je hebt ze net al gefilmd. Nee, dit zijn dus de mooiste uiers van. Ja, wat is er eigenlijk? De hele wereld? Oh! Sorry. Het is de kampioen hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja. En jij ook een beetje natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Jullie zijn er heel lang mee bezig? Ja, echt al wel 2 maanden. Ja. Ja. En waarom is deze nou kampioen geworden? Nou, hij is netjes geschoren en meest gewassen. Hij slikt bij de tape. Ja, hij is meest netjes gewassen, hij glimt mooi en hij ziet er gewoon keurig uit, denk ik. Ja. Heb jij nou ook deze prijs gewonnen met deze koe? Ja. Oh. Net reservekampioen toilet geworden. De koe praat ook een beetje, ja, hè? Ja, heel veel lawaai. Ja, met heel veel lawaai, ja. En als je zo'n koe presenteert, ze zijn helemaal mooi schoon, zie ik, gewassen. Hoe lang ben je daarmee bezig? Oh, wel 2 maanden. Met apart zetten, met pas zetten, met oefenen en wassen. Vooral heel veel wassen en scheren. Het is heel lang, maar je hebt wel, zoals je dan wint en zo, heb je wel echt wel eer van je werk. Zou het ook mogelijk zijn dat deze koe ons programma afsluit? Ja, dat kan vast wel. Dat hij een beetje praat in dit geval. Dan zeg ik wij gewoon van, dit was Expeditie Grun. Wat zeg je? Sluit hem maar even af. Zeg maar tot morgen. Laten we gaan sloeien, kan dat? Als ik weg ben, dit was hem. Tot ziens, tot morgen. Gefeliciteerd nog. Dankjewel.